Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb jullie verteld dat we nog een keertje onze Venus vliegenval zouden gaan voeren. En toen heb ik jullie gevraagd of jullie zouden willen dat ik daar dan een echte vlieg in ga doen. En dan gaan we eens kijken hoe deze Venus vliegenval die opeet. Ik kan het alleen niet over mijn hart verkrijgen om een levende vlieg te geven. Daarom heb ik hier een pincet en ik heb gewoon wat dode vliegjes uit de vensterbank verzameld. Dat was niet zo moeilijk om te doen, die lagen er toch al. En we gaan eens kijken of de Venus vliegenval die toch nog eet. Normaal gesproken dan checkt die of de buit nog leeft of niet. En ja, we gaan eens kijken of die de vlieg gaat eten. Dit vangblad dat heb ik nu uitgezocht en daar ga ik de vlieg erop leggen. Oeh, daar schrok ik wel een beetje van. Sorry als de camera wiebelde. En ik zou bijna denken dat hij mijn vinger af zou bijten. Het vangblad is nu gesloten, dus dat betekent dat de vlieg opgesloten zit. En als de plant de vlieg niet lekker vindt, dan opent hij het blad weer en dan kan de vlieg er weer uit. Als die nog leeft, dan kan die dus wegvliegen, maar dat gaat nu natuurlijk niet. Maar ik zal dat nog updaten. Ik zal dit vangblad in de gaten houden. En dan gaan we eens kijken of de vlieg verdwenen is of niet. Ik hoop dat jullie mijn korte video over de Venus vliegenval leuk vonden. Geef me er een duimpje omhoog voor. Oeps. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!